Zo, leuk dat je naar mijn kanaal kijkt. Vandaag ben ik bezig met een hele leuke cv-ketel. Er zit met een accu'tje wordt de vonk gecreëerd. Dus die hoeft niet op 220, echt zo'n caravan ding. En die is kapot gevroren, denk ik. Of ze hebben hem gewoon een beetje te ruw gemonteerd, waardoor die in de winter niet veel nodig had om inderdaad kapot te gaan. Dat is even de vraag, ik weet het niet, maar hij is van binnen gebroken, dus hij lekt, dus hij moest vervangen worden. Heb ik een nieuwe gekocht. Ja, die dingen zijn echt super goedkoop. Deze was 140 euro. Heel makkelijk te monteren en nogmaals, ja, met batterijen wordt de vonk gemaakt, dus om het gas te ontsteken. Nou, super mooi. Als ik een camper heb, dan ga ik dat ding ook halen. Super handig te installeren ook. Maar ja, de douche die was ook lek. Een stukje leiding onder de caravan, dus moest ik voorbij. Dat was een lastig klusje, maar allemaal goed gelukt. Dus ik hoop dat die binnen een half uurtje dat die weer warm wordt. En dan kunnen ze weer meer verhuren, want daar is je eigenlijk voor. Dus dat is vandaag mijn klus. En ik vind het allemaal goed gaan, dus ik denk dat ik over een half uurtje al klaar ben. Hier zie je use rubber seals included in the fastenings kit. Dus dat zijn deze dingen. En dan kan je het gewoon heel fijn en heel makkelijk vastdraaien. Dat kost helemaal geen inspanning. Want hier binnenin, je kan hier al niet contra. Iets vasthouden hier nog wel. Hier ook al een beetje. Maar binnenin is het zo kwetsbaar allemaal. Dat er eigenlijk op een hele rustige manier vastgemaakt moet worden. Wat je hier ziet, hier hebben ze dat niet gedaan. Hier hebben ze met geweld hebben ze het vastgedraaid. Ik vind het nog een wonder dat het dat ze het heel hebben gekregen binnen. Maar ik kreeg het ook niet eens meer goed uit elkaar. Want als het eenmaal vast zit, dan gaat het natuurlijk ook in elkaar knellen, zeg maar. Dus je krijgt dat nooit meer goed los. Het is eigenlijk zonde dat mensen soms zo'n noodgreep uithalen om dingen vast te maken. Dat ze tijdens het installeren zien van ja, het is niet helemaal dicht. En dan gaan we hem extra hard aandraaien. Zo maak je het wel kapot. Yes, done. Nou, dat is een super easy installatie dit met zo'n gijzertje. Dat is echt ideaal met gewoon batterijen. Niet gewoon batterijen in. Niks 220 aan te sluiten, dat is echt, ik vind het een super ding. Sluit hem aan, doet de kraan open en het werkt. Helemaal geweldig, top.